Een hele goede dag en welkom bij Privé TV. Een carrière tussen de musicalsterren, criminelen die opgespoord moeten worden en beroemde amateurdirigenten kan heel goed zijn voor je bankrekening. Dat bewijst Frits Sissing. De 52-jarige Avrotros-presentator heeft een nieuw huis gekocht en wat voor eentje. We gaan een rondleiding krijgen van niemand minder dan Jan Uriot. Welkom Jan. Maarten, ja, het is een verhaal wat in deze nieuwe Privé staat, week 7, met Jan Slachter op de cover. Het verhaal staat in de rubriek van Boris van Solleveld. Die kijkt ook graag binnen, hè? Ja, die kijkt graag binnen en die heeft de rubriek Ster en Huizen. En waarom zeg ik dat er allemaal bij? Omdat ik ben uitermate voorzichtig met Frits Sissing. Wat is er aan de hand? Nou, ik heb eens een keer wat lelijks gezegd over Maestro vorig jaar. Oei. En hij is erg actief op social media. En, dus ik kijk even uit wat ik over dit onderwerp ga zeggen. Ah, dus we gaan heel positief ja, en nee, aardig absoluut, zijn over absoluut, dit huis. Ja. Want hij heeft ooit gezegd van ja, bij de Jan Uriot blijf ik een end uit de buurt. Goed, nou, dat gezegd hebbende, hij heeft een nieuw huis. En dat is in Bussum gelegen. En het is een prachtig vrijstaande, ja, noem het maar een villa, want het is echt een mooi ding. Monumentaal. Monumentaal. Op de voorkant kunnen we ook zien dat het huis Banda heet. Ja, bovenin zie je daarboven staat jou, Banda. Dat is genoemd naar de poes van de vorige eigenaar, denk ik. Want ik zou niet weten wat Banda betekent. Wat een mooie oprijlen, het is een soort Soestdijkje. Nou, het is heel erg leuk. Zullen we eens naar binnen gaan kijken? Doe maar eens wat. Goed zo. Kijk, nou, smaakvol, toch? Zeker. Erg mooi, mooie originele keuken. Details zie ik ook, de deur ja, en zo. Maar dat vind ik wel knap. Kijk, ik bedoel, het is een klassiek huis en dan toch dat dit niet vloekt met elkaar. Dat vind ik ook mooi. Ja, huis, toch denk, strak. Een stukje van de huiskamer met een stukje tuin erbij. 1898 gebouwd. Dit zijn niet de meubeltjes, denk ik, van Frits. Dit is denk ik nog van de... Want deze foto's ja, die zijn niet van hem natuurlijk. Ja, tot vorig jaar heeft het natuurlijk op Funda gestaan ja, voor 1,1 miljoen. Hè. Het is nou, ook niet even een pandje. Nou, ja, en Nelleke van der Krocht woont zo leuk niet, hoor. Dus hij heeft het wel goed gedaan. Stukje eetkamer. Ik vind het smaakvol. Mooie vloer, kijk eens. Mooie muziekvloer. Hartstikke mooi. Die blijft mooi erin. Gaat hij verbouwen, denk je? Ik denk niet dat hij gaat verbouwen. Hier is het niet nodig. Hier is het niet nodig. Maar hij heeft één ding. Ja, dat zou ik wel verbouwen als ik Frits was. Je zou niks lelijk zeggen. Ik ga niks lelijk zeggen. Nee, maar deze badkamer vind ik iets gedateerd. Die tegeltjes, dat... Ik weet het niet. Je zal er allemaal maar met de jif overheen moeten. Wat nou ja, tegenwoordig mag het allemaal wel een kleurtje hebben, denk ik. En ook wel hout is zeer modern tegenwoordig in de badkamer. Dus misschien dat hij daar nog iets aan gaat doen. Ik zou het zeker doen. Zeg, met wie gaat hij hier wonen eigenlijk? Met zijn vrouw en hij heeft twee kinderen. Kijk, dit is mevrouw Sissing. Ik kom ze vaak tegen op premières. En zij gaat altijd mee. Het is een heel leuk stel, hoor. Goed zo. Nog niks lelijks gezegd, nee, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Nee, ik wens ze heel veel geluk. Dat zullen ze zeer zeker hebben daar. Ze hebben nog wel wat van de prijs afgehaald, hè, toch? Ja, ze hebben er iets van afgehaald. En dat lees je allemaal in de Privé. Exact. Goed zo. Dankjewel, Jan. Okay. Keurig binnen de lijntjes gebleven weer. Tot zover Privé TV. Meer nieuwtjes en video's op privé.nl. Tot morgen. Dag.